Leo. Goedemiddag. Mij goed, jij? Ja, lekker. Ja, heb je zin? Ja, zeker. Oké dan. Ja, dus dit gaan we zo in deze vorm naar daar zetten. Dat de auto's op de openbare weg, deuren open en die staan precies tussen de sleutel. Ja, snap je wat ik bedoel? Oké, er zit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In het arsenaal voor de hele avond. En dan kom je, komt overal. En vervolgens hebben we daar ook een VIP-ruimte waar je kan drinken, eten. Ja, dus een driekwart, dus met de 16e voor de tel. Ja, 16e eraf. Ik heb het nooit uitgerekend. Ik heb het gewoon nog heel maar dat is dan jouw mazzel, maar ik zie het dan meteen. Ja, ik ook. Ik was dat schrijven, denk ik, hè? Paniek. Van, hè? En koor hoort hierbij, zeg maar. Deze vier. Ja, maar als koor nou naar hier toe gaat. Ja, dat klopt. Dan is dat geen probleem. Nee. Met wie moet die praten? Met hem. Nee, al zou je maar in krijgen, dan krijg je er niet meer uit. Dan is dit te veel, dan moeten we dit toch smaller in trekken. Ja, dit moet gewoon smaller. Ja. Zou we een boxje wisselen, een nieuwe voor een oude? Het scheelt centimeter. Het scheelt zo'n stukje in de... Dat gaat er niet in. Hij kan de knip niet maken. Die past erin, maar die nieuwe... Zit hier reserve die onder? Good evening, ladies and gentlemen. Naast Steve Lukather was er voor mij een moment aangekomen dat ik dacht dat daar moeten meer mensen uit het land bij betrokken worden. Mensen die verstand van zaken hebben. Welcome. Ik ben in contact gekomen met Jean-Paul Heck. Jean-Paul Heck is een heel bekend popjournalist. And on behalf of the Eddy Christiani Award, I welcome you to the 6th edition of this event. Jean-Paul is eigenlijk... nu heel erg belangrijk geworden in de keuze van de woordwinnaars. Ik had wel zijn nummer, maar dat heb ik dus niet meer. En dus dat is een beetje het probleem. Kun jij er nog... Ik heb Ricky's nummer ook niet. Hij kwam met het idee om Brian mee te vragen. Hij had hem een paar keer al geïnterviewd. En hij zei ook van, ja, het is een bijzonder aimabele man. A very special welcome to our English guest, Claire Bartlett, James Alfred, Emily May, and of course our guest of honor, Mr. Brian May. It's truly a great... It is truly a great honor you accepted our invitation. We hebben contact gehad met zijn management en die hebben de uitnodiging aan Brian voorgelegd. En die zei dat hij vereerd was en dat hij wilde komen. I was very happy and I instantly made steps to find out what it was going to be like. And I called my old friend Steve Lukather because I knew that he was awarded it last year. And I said, hey Steve, what's it like? Is it okay? And he said, yeah. He said, it's great fun. You should do it. You know, so he told me he had a wonderful time. Everyone was friendly and it was relaxed and happy. You know, it's the kind of thing that we like. Ja. De toestand. Dat was steeds leuker. Dit Pietje Bel avontuur. Ja. Dus het is een leukere dag als mijn verjaardag altijd. Ja. Ik heb begrepen dat het wel een Telecaster fan is. Dat hij de live nooit op speelt, volgens mij. Dan moet dat per se dat Queen-ding zijn, natuurlijk. Ik begreep dat hij met zijn vader zijn allereerste gitaar heeft gemaakt. Ik hoop dat hij een Telecaster wil. 2 days ago, Eddy Christiani became 93 years old. And unfortunately, he was not able to celebrate his birthday in good health.
I had heard of him, yeah. I don't know much about his work, but I've heard of him because I know he's the first guy to play electric in electric guitar in Holland, which is a very big thing. And in the whole of Europe. Is that right? Is interesting. It? Yes. De man die door Eddy het meest bewonderd werd en die een grote invloed op zijn leven had, was een zigeuner. U hoort hem nu spelen, Django Reinhardt. Django was dus iemand die een zeer grote invloed uitoefende op mijn hele carrière, op mijn leven. Alles wat ik op muziekgebied gedaan heb, had ik ergens in mijn achterhoofd altijd nog het idee van Django Reinhardt. De man te evenaren is onmogelijk, hij was te geniaal. Guitar talk. This is the guitar I made for Adje van Berg. Oh. You want to see? Het wordt heel veel gekopieerd, zeg maar. Selmer is het. Maar voor hem wordt hij dan qua bebalking helemaal anders. En qua looks ook anders. Oh. You want it in black? Whoa! That's beautiful. It's quite... May I? Yes, of course. En uiteindelijk hebben we ook besloten om hem in hoogglas zwart te spuiten. De Macaferi hoort echt heel neuzig en direct klinken. Deze wordt wat voller qua toon, zodat hij wat meer draagt. It has quite a big neck, because Adrian also has really big hands. So. I like it big too. Yeah. This is my style. Yeah. Brian kwam regelmatig langs als we met Vandenberg in LA speelden. Daar heeft hij een aantal keer rondgehangen bij ons optreden. En in de Wise Neck tijd heb ik hem regelmatig ontmoet. Ja, daar hebben we echt wel een leuk gesprek gehad. Het is een hele breed ontwikkelde gast, dus die zit niet per definitie alleen maar over muziek te lullen. Ja, yeah, that's pretty hard to use. Yeah. If you're Django, you probably can. Yes. So you have to lose a finger. Ik vind het ook ongelooflijk hoor, die daar gewoon een jaar lang zich stress op de hals haalt, wat hem iedere keer volgens mij 5 jaar van zijn leven kost. Dat hij dit op poot heeft weten te zetten vanuit Zeeland. So what you're saying is you would make me something like this, yeah? No, this is something I've made for Adrian. But it could be anything then. Yeah, it could be really anything. Well, I don't know. That's no problem. I like this, I mean I do like it. Hi. Hello. Hello. Goed. Zullen we hem eens wat anders laten zien? Weet je al wat je laat zien? Ja, ik heb die gitaar die ik ook voor Gert de Meijer heb gemaakt. Die ga ik hem laten zien. Dat zegt er nog niemand had die het niet bijzonder vond. Jan Akkerman is... He's a hero of mine. So I saw him rehearsing today, but I didn't want to disturb him, but I'm really looking forward to meeting him. He's a hero. Wat vind je van Brian May? Ja, die jongen die heeft heel veel goed werk verricht natuurlijk. En ja, fantastisch. He's a hero, you know, because when I was a kid, Hocus Pocus was something unbelievable, you know. Ja, Akkerman, shit man. Toen Akkerman de focus doorbrak in Engeland destijds, stonden mensen echt met de bek open, weet je wel, en terecht. Want ik stond zelf ook met de bek open. Wat denk je dat Brian May van Jan Akkerman vindt? Geen idee. Daar sta ik ook niet meer stil. Ik ben net al 64 jaar niet, jammer genoeg, maar ja. Ik ben net bij Brian May geweest. En Brian May zegt, Jan Akkerman is mijn held. Zo. Het overvalt me wel een beetje, eerlijk gezegd. Als Akkerman een beetje in de buurt van Enschede speelde, dan lag ik gewoon 4 uur van tevoren met een slaapzakje klaar. Met wie ga je spelen vanavond? Met Hans Eikenaar, Jeroen Rietbergen en Michel Verschien. Heb je daar zin aan? Ja, tuurlijk wel. Je had toch wel zin om te spelen. Dat is het probleem niet, hoor. Spelen is je leven. Ja. Nog steeds. Ja, ik zou niet weten wat ik anders moest doen.
According to the present Dutch laws, he could retire next year, but something tells me he won't. Jan Akkerman! Het is ieder jaar spannend of Eddy erbij zal zijn. Dat was eigenlijk al vanaf de allereerste editie. Dit jaar gaat Eddy hem zeker niet uitreiken zo. Adje van den Berg gaat de prijs uitreiken namens Eddy. En dan zal het de komende jaren ook wel op neerkomen dat andere mensen namens Eddy de prijs gaan uitreiken. Ja, er is een traditie ontstaan en die zal zich voortzetten zonder de aanwezigheid van Eddy, denk ik. En ik denk ook dat, nee, dat weet ik zeker, dat hij dat een prettige gedachte vindt. This is not just a guitar players award. This is an award for electric guitar players. And that's something quite significant. To me, it changed my life. And I think it changed a lot of our lives. Because somehow when the guitar became electric and was turned up and up and up until it became a different animal, a different instrument, the guitar became a voice, and the voice for all of us, all my co-winners and myself, the guitar is a voice by which we express ourselves. I don't want to be like showing off, but just to participate will be nice. So I'll play a little bit. But it's fairly low key. It's not like a big Brian May showcase. It's just I want to play something, and along with the guys, it will fit, I think. You know, judging is not something that I do, you know, and it's very hard to sort of put people in some sort of hierarchical order, you know. Guitarists are just guitarists, you know. To me, guitar playing is like a river, and I'm just happy to be in the river. En ik wil hier deze zin afmaken. En Jan kent hem waarschijnlijk wel. Wie de gunst aan een gitaar kan geven, die heeft een vriend voor heel zijn leven.